De Global Leadership Summit, GLS, van de Willow Creek Association wordt dit jaar voor de vijfde keer in Suriname gehouden. Het thema van deze vijfde GLS is Iedereen heeft invloed. Het doel van de summit is om leiders over de hele wereld te ondersteunen met inspirerend onderwijs, zodat zij hun leiderschapsvaardigheden kunnen ontwikkelen. De oprichter van de GLS is Bill Hybels, voorganger, auteur en spreker. In zijn videopresentatie is hij onder meer ingegaan op leidinggeven in een tijd van verdeeldheid en gebrek aan respect. Hybels hield de aanwezigen voor dat met de trainingen er in hun leiderschap geïnvesteerd wordt. Our mission is crystal clear. We would like in the next few days to stretch your minds and we'd like to grow your hearts and we'd like to invest in your leadership development. We say it every year, everyone wins when a leader gets better. Absolutely everyone. And you are about to get better. Much better. You just watch. I don't have to remind you this year that the stakes of leadership are sky high. Our troubled world is demanding a better brand of leadership. Leadership that will unite instead of divide, leadership that will build up instead of tear down. Our world is wondering if there are any leaders left who will put the interests of others before their own self-interest. Our globe just groans as it awaits the arrival of leaders who will put bold, workable solutions on the table instead of fighting with each other and kicking the can down the street. Onderdeel van de Global Leadership Summit was een paneldiscussie waarbij de panelleden Lilian Wiebers en Paul Dot een vertaalslag hebben gemaakt naar de Surinaamse situatie. De doelgroep van de GLS is een ieder die bezig is met leiderschap. Wij spraken drie participanten en Serge André, die de trekker is van de GLS in Suriname. Als ik die vertaalslag maak naar Suriname, dan neem ik zeker mee dat we have a lack of leaders. En dat het belangrijk is dat de leiders die wij in Suriname hebben, dat die het zaad planten in de jonge mensen, zodat we toekomstige leiders hebben die voldoende draagvlak hebben om niet alleen de jeugd in Suriname te leiden, maar om nog ook de volwassenen een reflectie daarvan te geven in goed leiderschap. Dat neem ik zeker mee van het eerste deel. Ja, wat ik meeneem is dat in ieder geval belangrijk is dat leiders, mensen die zich al bewezen hebben als leiders, dat zij die jonge mensen die opkomen, dat zij meenemen dat ze een zaad kunnen planten in die toekomstige leiders. En wat ik echt mis, om eigenlijk ook in te gaan op wat Andy gezegd heeft, wat ik echt mis in Suriname is dat we role models hebben. En ik denk dat we de mensen die de echte leiders zijn van het land, laten we het goede voorbeeld geven aan de jeugd die opkomt nu. Zodat ze kunnen opkijken naar ons en kunnen zeggen, hé, ik wil als die man zijn of als die vrouw zijn. Ik neem mee dat de keuzes die je maakt een heel goede impact kan hebben op iemand anders. En iedereen heeft de keuze om goed te doen, maar ook om slecht te doen. En het hangt van jou af. Alles begint bij jou. En wat je meeneemt, je normen, je waarden, dat uit zich naar buiten toe. Ja, de vijfde keer. Dus het geeft al aan dus dat het wortels geschoten heeft en dat er behoefte aan is. Want we zien dat jaarlijks gemiddeld 300 mensen naar de summit komen en dat stemt ons heel goed. We werken eraan om volgend jaar een volle Thalia te krijgen. Maar los daarvan, hè, het gaat om de inhoud, datgene wat wordt aangereikt. De inspiratie die verschillende mensen meekrijgen om daar in de maatschappij te staan en hun werk te doen. En als we op deze manier een bijdrage kunnen leveren, dan vinden we dat heel fantastisch. U zag achterin volgens drie participanten en Serge André op de Global Leadership Summit in Suriname die vanmorgen is gestart. De summit duurt 2 dagen en wordt gehouden in Theater Thalia.